Ezra Walian, je mocht invallen in de slotfase en je deed het bijna. Beschrijf nog eens eventjes dat moment. Ik denk dat die bal tweede paal kwam en iedereen miste hem en ik raakte hem. Ik heb hem nog niet teruggezien, maar ik denk dat ik hem goed raak. Alleen stond nog iemand op de achterlijn en die tikte hem weg. En daarna denk ik kwam er nog een tweede bal. Ik probeerde Dennis hem nog in te koppen en dan kwam zij denk ik vrij hoog met een voet, maar daar werd niet voor gefloten. Ja. Hij had absoluut goud waard kunnen zijn, besef je dat? Ja, natuurlijk besef ik dat. Maar ja, ik heb hem nog niet teruggezien. Volgens mij schoot ik hem goed in, alleen hebben dat geluk niet mee. Gaan jullie na afloop wel naar het supportersvak en jullie worden ook toegejuicht door de Graafschap supporters. Hè? Dat was een heel mooi moment. Ja, ik denk dat we gewoon de hele tijd de betere ploeg waren. En dat we meer hadden verdiend dan waar we nu staan. En ik denk dat de supporters een fantastische dag hebben gehad. Ondanks dat we niet door zijn gegaan en ze hebben ons heel goed geholpen met het gezang. Ja, en dat moeten wij ook na de wedstrijd, ondanks dat het een verlies is, ook voor hun daar staan. Net als dat zij er voor ons stonden. Dus, jullie waren ongelooflijk dichtbij, maar ik denk dat jullie heel erg trots op jullie zelf kunnen zijn. Ja, tuurlijk. Tuurlijk zijn we trots op onszelf. Alleen we hadden meer verdiend, denk ik.